Dan geef ik graag het woord aan de heer Verhoeven van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn allerlei belangrijke adviseurs en instituten die de afgelopen jaren iets hebben gezegd over onze digitale veiligheid. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de NCTV die wijzen op digitale ontwrichting. De AIVD spreekt over de afhankelijkheid van een dreiging vanuit Rusland en China. De Rekenkamer zegt dat onze vitale waterwerken niet goed beschermd zijn. Het Rathenouw-instituut die zegt dat overheden en bedrijven onvoldoende beschermd zijn tegen cyberdreiging. Er zijn ook allerlei organisaties die bellen, maar sommigen die doen dat ook via een brief. Die pleiten voor een digitaal deltaplan. Er zijn heel veel verschillende serieuze, breed gedeelde geluiden over dit onderwerp. Ik las vorige week in het reces. Reces is geen vakantie, zoals u weet, voorzitter. Las ik het boek van Huib Modderkolk. En daar staat ineens een bedrag van 340 miljoen. Wat in een gesprek met de veiligheidschefs en de premier nodig zou zijn voor een minimale investering in cybersecurity. Het absolute minimum zou dat zijn om Nederland digitaal veilig te maken. En ze hebben natuurlijk het deksel op de neus gekregen, althans voor een groot deel. Er is wel geïnvesteerd in cybersecurity, maar niet 340 miljoen. Het bedrag wat daar wordt opgevoerd is mij onbekend en de onderbouwing ook. En ik zou het heel goed vinden als we toch ook met elkaar via dit AO onderzoeken wat nou de behoefte is aan investeringen bij Defensie, de diensten, het Nationaal Cybersecurity Center, de vitale infrastructuur. Op het gebied van die digitale veiligheid. Dus mijn vraag aan de minister is hij bereid om onderzoek te laten doen naar de behoefte aan overheidsinvesteringen voor cybersecurity? Dat was mijn eerste punt. Het gaat overigens niet alleen om geld. Het gaat ook om goede, mijn gewaardeerde collega van het CDA gebruikte dat woord net ook, een goede coördinatie, goede afstemming, goede samenwerking. Er zijn ongelooflijk veel organisaties mee bezig. Nederland is hier ook goed in, maar het kan ook nog wel beter. Bijvoorbeeld het Pulse Secure VPN-verbindingsprobleem wat er laatst was. Daar heeft het NCSC een melding voor uitgedaan, maar bedrijven hebben dat niet, of in ieder geval niet allemaal, goed en actief opgepakt. We hebben laatst in de Tweede Kamer bij het mondeling vraaguur ook gesproken over doorzettingsmacht. En toen sprak de minister zelfs even over een autoriteit. Ik ben gek op autoriteiten en ik vind doorzettingsmacht ook heel belangrijk. Maar toen heb ik ook aan de minister gevraagd, moet dat dan een nieuwe autoriteit zijn? Of is het vooral de rol, de bestaande rol die versterkt moet worden van het Nationaal Cyber Security Center? Hoe gaan we die rol van die organisatie verbeteren? Te midden van al die andere partijen die ook actief zijn, zoals de diensten, het NCTV, verschillende ministeries. Dat zou mijn tweede blokje zijn. Onder de nieuwe wet beveiliging, netwerk en informatiesystemen werd net ook al genoemd, krijgen de zogeheten essentiële diensten ook een zorgplicht om een cybersecurity op orde te hebben. Als er nou zo'n zorgplicht zou zijn of komt, zou het patchen van bijvoorbeeld zo'n Pulse Secure kwetsbaarheid, zou dat onder die zorgplicht gevallen zijn? En zou er dan dus ook een boete zijn opgelegd door de toezichthouder, in dit geval de agentschap Telecom? Sorry. Interruptie van de heer Van Dam voor u. Ja, voorzitter, ik wil even checken of de heer Verhoeven nog lid is van D66, wat volgens mij een liberale partij is. Waarbij ik denk dat bij dat liberale toch ook hoort dat de samenleving veel zelfverantwoordelijkheid pakt. En is nou echt zijn beeld van de, en laten we het dan even beperken tot de bedrijven in de vitale sector, dat die allemaal achter de broek moeten worden gezeten met autoriteiten en met, er komt nu een patchorder aan, heb ik begrepen. Hoe zit dat? Hoe kijkt hij aan naar de verdeling van verantwoordelijkheden en ook de eigen verantwoordelijkheid in die sector? Heer Verhoeven. Mijn lidmaatschap van D66 is onomstotelijk. Dank daarvoor. De partij is sociaal-liberaal. En dat betekent dat we dus niet alleen maar denken in termen van verantwoordelijkheid bij bedrijven, maar ook in het beschermen van de samenleving als geheel. Cybersecurity is dat wel heel belangrijk, want de collega Van Dam die wijst op twee dingen, namelijk een autoriteit. Nou, dat zijn de woorden van de minister van Justitie en Veiligheid. Die heeft gezegd, er is toch een bepaalde autoriteit nodig in de coördinatie. En dat heeft de heer Van Dam zojuist zelf ook gezegd. Ik denk alleen dat die autoriteit er al is, maar dat de rol nog wat versterkt moet worden, namelijk het NCSC. En het andere is die wet die er ook aankomt, die wet beveiliging netwerk en informatiesystemen, daar staat die zorgplicht in.
En mijn vraag was een beetje, hoe ver reikt zo'n zorgplicht nou? Want je hoort dat woord vaak, een zorgplicht. Maar ik heb een concreet voorbeeld genoemd om te kijken of dat onder die zorgplicht viel. En dat was het voorbeeld wat de heer Van Dam net zelf ook noemde. Dat is die Pulse Secure kwetsbaarheid. Ja, als er zoiets is en veel bedrijven worden daardoor door geraakt, dan zou ik wel willen weten of een zorgplicht dan betekent dat bedrijven ook zelf de verantwoordelijkheid hebben om dat op te lossen. Heer Van Dam? Nou ja, ik denk dat we een beetje moeten uitkijken dat we niet, als we een heel systeem aan het opbouwen zijn, en dat is toch waar die wet, die WBNI voor staat, dat we in de tussentijd, als zich een incident voordoet, meteen weer naar allerlei maatregelen treffen die een beetje haak staan op wat die wet met zich meebrengt. En die wet brengt met zich mee, daar hebben we het in de Kamer uitgebreid over gehad, dat er toch ook een heel grote verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf ligt. En ik ben het er helemaal mee eens, als er bedrijven zijn die koet niet willen, dan zul je daar zeker iets mee moeten. Er wordt ook in voorzien door de inspecties. Maar ja, daar ben ik een beetje kwijt wat D66 nu wil. Het klinkt mij te sociaal en te weinig liberaal in de oren. Misschien een klein advies. Nou, meneer Verhoeven. Dank u wel. Ik ben niet verder gegaan dan datgene wat al in een wet wordt voorgesteld, om te kijken wat de reikwijdte daarvan is in het belang van de veiligheid van ons land. Gaat verder. Dank u wel, voorzitter. Nog één minuut. Nou, ja. Dank u wel. Scannen naar kwetsbaarheden hebben we vaak een punt van gemaakt in de Kamer. Collega's samen met de VVD om het scannen van de vitale infrastructuur van alle overheidssystemen in Nederland nou eens serieus aan te pakken. Wordt ook door veel verschillende organisaties voor gepleit. Motie is aangenomen. Groot succes. Kan de minister nu eens schetsen hoe de motie wordt uitgevoerd? Hoe het proces van scannen wordt ingericht? Wat er nou precies gaat gebeuren om dat scannen van die vitale infrastructuur in Nederland, om dat op een goede manier te doen? Dan nog even het WRR-rapport over de digitale ontwrichting. De aanbevelingen zijn onder andere het opstellen van een cyberafhankelijkheidsbeeld, het delen van kennis en paraatheid. Paraatheid werd zelfs de metafoor van een digitale brandweer gebruikt. Daar werd verschillend op gereageerd door de betrokken organisaties. Wat is nu, zeg maar, met betrekking tot die paraatheid de stap die de minister wil gaan zetten? En in dat kader, in 2017 vond de publiek-private cybersecurity oefening ISODOR 2 plaats. Hoe en wanneer wordt hier opvolging aangegeven? Want ik hoor ook van veel betrokken organisaties en deskundigen dat oefenen belangrijk is. Dan mijn allerlaatste punt, voorzitter. 112. Het zal hier misschien niet thuis horen, maar als we het over cybersecurity hebben, dan vind ik dat het toch ook wel iets is wat hier wel genoemd moet worden. We hebben het tijdens het Molling Vragenuur, denk vlak na het reces zal dat geweest zijn van de zomer, hebben we het gehad over een backup systeem. Een tweede aanbieder die ervoor kan zorgen dat er ook een andere manier is om 112 te bereiken. Dus ik ben heel benieuwd naar de plannen van de minister over die backup. Ik ben ook benieuwd naar de vraag of er misschien nog andere problemen zijn dan de puur technische problemen met betrekking tot die situatie. En wanneer het onderzoek naar het voorval gereed is. Want dit is natuurlijk wel iets, is toch wel een van de, als we het over vitale infrastructuur hebben, voorzitter, en dan rond ik af, dan hebben we het natuurlijk over 112. Dat is de meest vitale infrastructuur die we in ons land hebben. Dank u wel.